Hoi, in deze video ga ik je 5 superleuke science-proefjes laten zien die ik op het internet heb gevonden. Op het internet kun je namelijk heel vaak leuke dingen vinden die je normaal gesproken niet in de winkel tegenkomt. Dus daarom leek het me leuk om dit met jullie te delen. En als je naar benieuwd bent, blijf dan lekker kijken en laten we beginnen. Het eerste dat ik hier heb is deze pen. En het is niet zomaar een pen. Het is namelijk een pen waar je onzichtbaar mee kunt schrijven. En dat lijkt me zo ontzettend gaaf. Want ik heb altijd al onzichtbare geheime berichtjes willen schrijven. Daar is die dan. Wauw, deze ziet er echt heel erg gaaf uit. Leuk kleurtje. Hier onder dit dopje zit een gewone blauwe pen. Dus je kunt hier gewoon mee schrijven. Aan de andere kant zit de onzichtbare pen, of nou ja, eigenlijk een stiftje. En met deze onzichtbare inkt kun je dus onzichtbaar schrijven. En om dat te kunnen zien wat je op je papier hebt gezet, heb je natuurlijk een lampje nodig. Dus daar komt dit dopje weer heel handig van pas. Want als je op dit knopje drukt, dan verschijnt er een lampje, een UV-licht. Mooi paars licht. En hiermee kun je zien wat er nou precies op je papiertje staat. En dan nu het leuke gedeelte. We gaan deze pen uitproberen. Maar ik begin wel gewoon met de normale pen. Want ik ben benieuwd of die het gewoon gaat doen. Dus daar gaan we. Ik schrijf. Hoi. Ja, hij doet het. Hij schrijft ook eigenlijk best wel lekker. Het is een prima pen. Maar ja, we zijn natuurlijk nieuwsgierig naar hoe deze pen gaat schrijven. Ik ga een geheim opschrijven. Oh. Ik kan eigenlijk wel een beetje zien wat ik aan het schrijven ben. Nu dat het aan het opdrogen is, kan ik het niet zo heel goed meer zien. Maar toen ik het net aan het schrijven was, is het natuurlijk een beetje nat. Dus dan kan je het nog wel zien. Volgens mij is het nu wel genoeg verborgen. Dus ik kan het lampje erop schijnen en dan gaan we zien wat er staat. Ik ga eerst even het papiertje omdraaien, zodat jullie het niet ondersteboven hoeven te zien. Daar gaan we. Nu weten jullie allemaal een geheim. Wauw, wat is dat ontzettend gaaf. Kijk hoe duidelijk je het kan zien. Niet mijn geheim doorvertellen, jongens. Dit is een hele gave witte doos. Oké, er zit wel wat in. Namelijk een vacuümapparaat. Nou ja, je kunt zien dat er niet zo heel erg veel op de doos te zien is. Dus laten we hem gewoon openmaken. Oké, daar gaan we. Dit ziet er al een stuk interessanter uit. Wat we hier hebben is allemaal verschillende soorten onderdelen. En deze ga ik gewoon eventjes eruit halen en in elkaar zetten. Dit is het vacuümapparaatje en ik heb het zojuist in elkaar gezet. Het was heel erg makkelijk. En voor degenen die niet weten wat een vacuüm is, het is een ruimte zonder druk. Om je heen is er altijd gewoon lucht. En dat betekent dat die lucht druk op je uitoefent. En wat ik hier ga doen, is ik kan een vacuüm creëren in deze ruimte door het lucht eruit te pompen. En dan gebeurt er iets heel erg bijzonders. En ik ga het laten zien met deze marshmallow. Ik kan heel erg gemakkelijk dit dingetje hiervan afhalen en vervolgens zet ik de marshmallow hierin en dan zet ik deze hier weer terug op. En wat ik nu kan doen is hiermee het lucht eruit pompen en dan moet je gewoon goed kijken wat er gebeurt met deze marshmallow als de luchtdruk wordt verlaagd. Oké, daar gaan we. Ik vind het heel erg spannend. Wow, je ziet dat de marshmallow groter wordt. Kan het nog groter? Wow, dat is een mega grote marshmallow, jongens. Wow! Zoals je kunt zien, verdwijnt de druk om de marshmallow heen. En daardoor kan de marshmallow dus veel groter worden. Wauw! Dit is echt geweldig. En laten we nu kijken wat er gebeurt als ik het lucht weer terug in deze ruimte laat. Dus ik haal dit ding. Wow! Laten we nu kijken wat er gebeurt als je er scheerschuim in doet. Zo. En nu kunnen we weer een vacuüm creëren door de lucht eruit te pompen. Ik ben benieuwd. Wow. Jeetje, wauw. Dit ziet er... Dit ziet er geweldig uit. Hoe groot kan dit ding worden? Wow. Kijk dan hoe groot dat ding is. Volgens mij is dit wel de uiterste grootte. Ik ga nu proberen om het lucht heel erg langzaam erin terug te doen. Hier voorzichtig aan te draaien. Wow. Ah, kijk dan. Het scheerschuim verdwijnt gewoon bijna, jongens. En dat is wat er over is van het scheerschuim. Hier heb ik magisch zand. En dit is zand dat nooit nat wordt of altijd droog blijft, hoe je het ook wilt noemen. Maar het is dus heel erg apart, omdat het bewerkt is met een waterafstotend laagje. Dus het doet hele interessante dingen zodra het in contact komt met water. Ik ga nu het zand in het water strooien. Ik ben super benieuwd naar wat er gaat gebeuren. Want dit is dus zand dat absoluut niet van water houdt. Daar gaan we. Woehee.
of jullie dat kunnen zien. Oh, het lijkt wel stukjes Lego of Tetris of zo. Ik wil eventjes iets meer tegelijkertijd. Wow. Jongens. En dan nu wil ik natuurlijk de uiteindelijke test uitproberen of het zand ook inderdaad nog steeds droog is. Dus ik neem hier gewoon een hele grote schep uit. Ik ben super benieuwd. Wow, zien jullie dat? Het was gewoon zo'n ontzettend grote schep. Wow, dit is zo raar. Hoe werkt dit? Hoe kan dit? Ik zal nu een schep hier uithalen en het in mijn hand strooien, zodat jullie kunnen zien dat het ook inderdaad echt gewoon helemaal droog is. Kijk dan. Er zit nog wel een beetje water hier in de lepel, maar hier gaan we dan. Ik strooi het in mijn hand. Het is gewoon droog zand. Hoe kan dit? Dit is zo ontzettend raar, jongens. Dit is een fun fly stick. En eigenlijk is het gewoon een stok waarmee je bepaalde dingetjes kan laten zweven door middel van statische elektriciteit. En ligt het aan mij of lijkt deze jongen op Harry Potter? Ah, en hier is de stok. Deze moet hier inderdaad op komen te zitten, maar het is vrij klein. Oh, daar gaat hij. Yeah! Oké. En nu, 2 AA-batterijen moeten hierin. Dat is 1 en 2. Zo. En als het goed is, moet het nu een geluidje maken zodra ik op dit knopje druk. Dus nu genereert hij statische elektriciteit. En dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd of hij het ook inderdaad gaat doen. Het lijkt me echt geweldig om gewoon dingen te kunnen laten zweven. Oké. Dit ziet er heel erg apart uit en ik heb geen idee of ik dat juist doe. Maar als het goed is, moet ik hier gewoon op het knopje drukken. Deze hier op laten vallen. En vervolgens hem omhoog gooien. En dan moet je het doen ofzo. Wow! Oké. Hij doet het ook maar echt half. Oh, wat? Oh, het zijn er 2! Oh, van... Hij hangt aan het plafond. Ik ga proberen of ik hem ervan af kan krijgen. Oeh, yeah! Oeh. Je kan ze dus wel een beetje controleren, inderdaad. Want het wil een soort van hier aan vastplakken, maar tegelijkertijd ook weggaan van deze stok. Ik ga een ander figuurtje proberen. Als het goed is, is dit een vlinder. Oeh, oh, wat schattig! Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar deze is echt heel erg leuk. Hij flappert zelfs een beetje met zijn vleugeltjes. Oh! Woehoe! Een dansende vlinder. Woehoe! En hier heb ik een ring als het goed is. Wow! Ik weet niet of jullie dit kunnen zien of dit in beeld is. Maar het ziet er echt super uit. Dit is echt zo ontzettend leuk. Dit is gewoon heel erg verslavend, jongens, om te doen. Hier heb ik een aantal piepschuimballetjes. En piepschuim reageert altijd heel erg goed op statische elektriciteit. Ik strooi er gewoon een heleboel piepschuimballetjes hier. En dan nu, wat gaat er... Oh. En dan nu, wat gaat er gebeuren als ik deze aanzet? We gaan het gewoon proberen. Oeh. Wow. Ah, het lijkt popcorn, jongens. Oh my god, het gaat helemaal alle kanten op. Het ziet er een beetje uit als alien-achtig spul nu ineens. Oh. Het duurde even voordat ik doorhad hoe deze werkte, maar uiteindelijk vind ik hem echt heel erg geweldig. Wingardium Leviosa. Wat ik hier heb is Think Ink. Het is een heel erg bekend proefje waarvan de wetenschappelijke naam Iodine Clock Reaction is. Het is een beetje lastig om uit te leggen, maar het is ontzettend bijzonder om te zien. Dus ik ga het gewoon uitproberen en aan jullie laten zien. Ik heb alles uit de doos gehaald en het hier neergezet. En nu moeten we het experiment gaan voorbereiden. En dan kunnen we met z'n allen het superleuke resultaat bekijken. Deze vul ik helemaal tot aan de rand met lauw warm water. Zo. En dan moet ik hier 1 zo'n schuimblokje aan toevoegen. Zo. En dan kunnen we deze eventjes schudden, zodat hij echt helemaal gaat oplossen. Oké, dit is wel goed genoeg zo. En deze zet ik nu terug. Dan gebruik ik dit lepeltje. En dan moet ik 4 schepjes toevoegen van deze timingpoeder. 1, 2, 3 en 4. Roerroerroer. Deze maak ik ook even open. En die vullen we weer helemaal tot de rand met lauw warm water. En
dan moet ik 2 schepjes van dit triggerpoeder toevoegen. 1 en 2. Woehoe! Wee, 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 wee. Ik heb hier dus 2 verschillende tubes. En in elke tube zitten verschillende chemische stoffen. En als je ze bij elkaar voegt, ontstaat er een chemische reactie. Dus je moet eventjes heel erg goed opletten en goed kijken wat het nou precies is. En het ziet er geweldig uit. Oké, daar gaan we dan. Spannend! Woehoehoe! En nu moet je nog eventjes wachten en heel erg goed opletten. Kijk wat hier gebeurt. Ah, wow, zag je dat? Laten we het nu op een andere manier proberen. En nu schenken. Wow, zag je dat? Het gebeurde gewoon terwijl ik aan het schenken was. En dan nu het allerlaatste effect. Ik voeg 1 schepje van deze poeder toe. En nu een beetje mixen. Zo. Tada. Wow, zoals je kunt zien is de zwarte kleur helemaal verdwenen. Dit is zo ontzettend gaaf. Vond je deze video nou leuk? Geef het dan zeker een duimpje omhoog. En laten we proberen om deze video tot de 15.000 duimpjes omhoog te krijgen. En de vraag van vandaag is, welk van deze experimenten is jouw favoriet? Die van mij is het laatste Think Ink proefje, want ik vond hem zo ontzettend indrukwekkend. Maar ik ben vooral benieuwd naar jouw antwoord. Dus laat het me zeker even weten in de reacties onder deze video. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg!